Dit is een video van de digitale stad Nieuwegein. Pen.nl. Lokaal nieuws in beeld en geluid. De digitale stad Nieuwegein. Altijd actueel, altijd betrokken. Jack uit, mixed, unbalanced. Misschien kunnen we die gebruiken, ja, daar iets op komt te staan. Ik even kijken of dat is. Ja. Ik neem aan dat de microfoons in niet erin liggen. Dus. Maar dan gaat hij nog draaien natuurlijk. Ja, dat is wel goed zo. Doe het ook zo. Reageert dat er? U neemt alles weer mee. U neemt alle bloemen weer mee, zie ik. Op het ongereld worden ze. Omgereld, oké. Okay. Als dit wordt ingeduwd, dan komen die vezels tevoorschijn. Dus je zet hem erop met dat schuifje boven. Ja. Klik, moet klaar. Je zeggen. Ben ik in beeld? Ja. Ik had ook eerst de XH1 en nu heb ik de 60D. Foto videocamera. In een opening night hadden we ook wat. Ik heb het maar net Perfect.
Nou, ik ben tevreden met het plaatje hoor. 5.6, diafragma. Ja. De buitensessie testen, zou gewoon een testuitzending dit, van gaat het buiten goed met binnen? Ik zie wie er allemaal meegewerkt hebben. Ik begin met een excuus te maken voor het terrein, want het deed natuurlijk gezellig. We gaan naar twee prachtige nieuwe gebouwen en dan zien we een terrein wat toch wat improvisatie vraagt. Maar we hebben vorst gehad, nou ja, dat was niet te voorspellen. Maar ontzettend fijn dat u er bent en ik sta hier dan ook als trotse locatiemanager van twee prachtige mooie gebouwen. Nou ja, met elkaar staan we hier. Het begon vanmiddag. Burgemeester Bakhuis zal ons toespreken. Een duidelijke visie heeft in mijn ogen, die zoekt die verbinding met die stad. En dat kan nog veel beter, dat weet ik ook. Maar op die manier denk ik wel dat wij heel veel kunnen betekenen. Wat ik ook geleerd heb hier is dat, want je hebt altijd een beetje het beeld dat mensen die in deze instelling wonen, dat die allemaal uit Nieuwegein komen. En kwam na de brand, toen de eerste mensen terugkwamen hier, en sprak ik met een mevrouw, ik zei ja, ik ben hier, en ik woonde eigenlijk in Voorburg, en ik denk dat ik hier moet blijven wonen, en dan moet ik mijn huis in Voorburg verkopen, en toen vroeg ik, hoe komt dat dan? En dan zie je opeens de mobiliteit van de samenleving. Ja, mijn kinderen wonen hier in de buurt, en ik zeg, als je nou in de buurt van ons komt wonen, dan kunnen we beter die contacten onderhouden. En eigenlijk, dat opende voor mij eigenlijk wel een beetje het beeld dat er ook bij ouderen veel meer mobiliteit is dan dat we soms denken. Al is het maar omdat de kinderen zo mobiel zijn. Ja. Er worden woorden gevormd, een zin, en tussen de woorden komt een spatie. En dat ben ik. En dat is de stille afdeling. Ja. Ik begrijp het. Dit was een video van de digitale stad Nieuwegein. Pen.nl. Lokaal nieuws in beeld en geluid. De digitale stad Nieuwegein. Altijd actueel, altijd betrokken.